aan de zon. Het gaat binnen blijven staan. 3, 2, 1 en go! Ja mensen, lekker muziekje erachter en muziek. Ja, de hele is zo fijn uit de hoofd. Ja, van Groenbouwen, lopen en u gaat het natuurlijk belonen met een fantastisch applaus. Ja, hier is horen. Dat komt toch veel harder, dat applaus voor onze kids. Zo, hoe oud ben jij? 9. Zo, en dat ging heel hard, hè? Ja, ik zag het wel. Nou, ik vind dat je het heel goed hebt gedaan. En een mooie beker, zo die er ook eens op zetten. Jongen, 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 zeg maar mooi. Mijn naam is Annette Blok en ik ben nu sinds 2 jaar voorzitter van de Paardenvriendenclub Buurse, die al nu, dit is de 37e keer en 38e jaar dat we de Dag van het Paard Buurse organiseren. Vorig jaar kon het niet doorgaan en dat was voor het eerst in al die jaren omdat het land waar we die wedstrijd al jaren op hielden te kwetsbaar was vanwege de droogte. Dit jaar zijn we zeg maar hier op een nieuw terrein en we zijn er zelf eigenlijk wel heel tevreden over. Jullie gaan gelijk staan. Ik vind het stoer. Maar dat gaat goed. Het was een mooie, soepele start. Eens kijken of ze de hele ronde vol gaan houden. Oh, daar gaan de twee. Blijven ze erop? Ja. Ze gaan nog mee. Gaat het lukken? Nou, we verliezen er één. We hebben er één verloren. Springen. Duiken. Hoppa. Goed zo. Oh, hij weg. Oh. Boyer. Dat was een... Slalom. Gaan ze toch makkelijker van het kleed af? Ja, dat zit er wel in. Maar 4 trekpaarden op behoorlijke snelheid sturen om een slalom. Het is een uitdaging. Ik weet niet of Hendrik wat voor elkaar krijgt. Toch gaat ze weer staan. Ik vind het lef hebben. In die bocht. Ik